gedaan, Matthijs. Wat vond je ervan? Ik vond het een picobello uurtje. Ik ben nog nooit zo goed verzorgd geweest. Dit was nou een gespreid bed. Ja, nou, mooi. Vanaf de deur dat ik binnenkwam tot hier, volle zaal. Hartstikke leuk. Goed voorbereid, leuke instarts, leuke filmpjes. Ja, ik weet niet wat ik meemaak. Ja, je doet het niet heel vaak. Nou ja, jullie het al vaker gaan doen. Maar wat heeft je toch overgehaald om echt hier naartoe te komen? Want je hebt het natuurlijk heel druk. Ja, ik heb het nog 2 weken heel druk. Dus dat klopt. Ik moet nu ook snel terug naar Amsterdam. Ja, ik doe het vanwege jonge mensen die de journalistiek in willen. Of naar de televisiewereld willen. Misschien kan ik iets vertellen wat ze inspireert. Of misschien zeg ik iets zodat ze denken, nou, dat moet ik helemaal niet zijn. Ik weet het niet, maar ik kan in ieder geval uitleggen hoe je er kan komen. En wat er een beetje voor gevraagd wordt. Oké, en je zit nu natuurlijk aan de andere kant. Meestal sta jij voor de camera, als in dat jij de interviewer bent. Was je ook een beetje uit je comfortzone? Nee. Nee, gewoon op je gemak? Ja. En de presentatoren? Uitstekend. Ja.